Dat is een uitstekende bal op de snelle Sarah Wijnands. Eurlings is voor doel. Daar is Eurlings. Goede deviatie. En in twee tijden. Jawel, daar is het eerste Interland doelpunt. Zo heel lang heeft dat niet geduurd. Derde minuut en het is al bingo. En je ziet het. Het doet daar uiteraard wel wat. Eerste Interland goal voor de Red Flames. In haar negende cap dus. Hanna Eurlings op haar 18e. Nu met het nummer 5. En hier is Tessa Willa met nummer 2. Ja. Vijf minuten, 2-0. Tessa Willaert denkt, moeilijk was het niet. De topschutter van de Flames in deze kwalificatiecampagne. Het is haar vijfde. Van Avermaat, goed gewacht op de loopactie van Wijnands. Is dit dan de derde? Wijnands! Ja! En dat is ook voor haar. Allereerst in handen. Want nog niet gescoord. Tot dusver in haar eerste 16 Interlands. Dit is haar 17e. Ja, dit is ook nog een extra wapen natuurlijk bij de terugkeer van de Neve. Uitstekende vrijschopneemster. Ja, en zeker als ze bij Armenië een beetje aan het slapen zijn, is dat Andertisia. En nu we toch bezig zijn met de speelsters die hun eerste doelpunt maken. Ook dit is voor haar eerste goal. 10 minuten ver. 4-0, 9-0. Dat zou er helemaal over zijn. 4-0. Kijk eens hoe makkelijk dat opnieuw gaat. De Kenny. Ja, deze zit er wel lekker in hoor. Tine De Kenny, overtuigend binnengeschoten. Bij Hoffenheim ook al redelijk wat doelpunten gemaakt dit seizoen. 5-0 voor Vescoren, nu al op het bord. Tissia! Oh ja! 6-0. Wauw hoor, amai. Doelvrouw die wel kwam, maar er niet bij geraakte. En zo. Tweede goal voor Amber Tisjak van vanavond. Wijnands opnieuw op haar linkerflank. Maakt andermaal ook een goede indruk. Goede combinatie, Willaert De Kenny. Goed hoor, wauw. Opnieuw eentje bijschrijven. 7-0, Tine De Kenny. Haar tweede van vanavond. Kaiman, mooi gedaan. Ja hoor. De Kenny. Dat gaat weer als een mes door de boter. Hola. 8-0, half uur bezig. Wetende dat je daar eigenlijk zelf kan trappen en toch de bal afgeven. Wijnands. De Kenny. Nog een keer, ja. 9-0. Gelukkig ben ik er nog blijven opstaan, denkt Tine De Kenny, anders had ik deze niet gehad. En zo, ja, je moet al even tellen, maar het is wel degelijk een hat-trick voor De Kenny. Ja, oh, en ondertussen hebben we al bijna weer een doelpunt gemist. 10-0, Tessa Willaert. Ik denk dat Tessa die scoort met haar hoofd, is toch altijd iets speciaals, denk ik. Met haar oor denk ik dat het goed was. Het is niet dat het vandaag nog verkeerd gaat lopen. Justine van Avermaat pikt ook haar doelpuntje mee. Haar vierde Interland goal. Haar derde al uit deze campagne, want scoorde ook twee keer tegen Kosovo hier. Kaiman. Van Gelen gaat er overheen, krijgt de bal op het juiste moment mee. Van Janice Kaiman. En de voorzet komt nog tot bij Tessa Willaert. Ja, ja. Daar is 12-0. Je zou bijna kunnen zeggen, we hebben er nog lang op moeten wachten in de tweede helft. Maar Tessa Willaert wel met haar derde van vanavond. En dus de evenaring van de grootste score ooit van de Flames in 2017 tegen Moldavië is een feit. Man
dekking bij Armenië. En Tisjak die de 13-0 binnenkomt. Ja, hattrick voor Ander Tisjak. Een centraal verdediger met een hattrick. Ging doen, Kaiman. Dropt hem richting Teulings. En daar is daar. Oh, jawel. Zonder dat ze het zelf beseft, maar het is ook haar eerste Interland toe. Het zal niet haar mooiste zijn, Jarne Teulings. Het zal niet haar mooiste uit haar carrière worden, allicht. En Janice Kaiman. Ik dacht daar straks, toen ze naar de linksachter ging, doelpuntje mee pikken wordt moeilijk vandaag. Maar in minuut 81 is het toch op prijs voor onze record international. Van deze wedstrijd. Oh, ja. Deviatie 16-0. Ja, en die combinatie gaan ze ook gewoon echt enorm leuk vinden. Onzia en Kaiman die samen een goal kunnen maken is gewoon leuk om te zien. Kaiman, goede bal nog op Willaert. Die kan er nog eentje bij doen in de bijna laatste minuut van deze wedstrijd. Het heeft wat voet in de ja, hoor. Maar finaal is daar nummer 17 van hedenavond. Tessa Willaert met haar ja, vierde is dat dan van vanavond. Daar is Tessa Willaert. Jawel. Daar komt er nog eentje bij. Dat is nummer 5 voor Tessa Willaert. Kijken of we missen weer een doelpunt. Teulings. Ja. Goed afgewerkt. En deze zal ze misschien wat langer onthouden. Dan zal ze altijd herinneren. Als ja, tegen Armenië heb ik die eerste daarin gefrommeld. Dat was mijn eerste Interland toe. Maar die tweede was veel mooier. Was in dezelfde wedstrijd. Maar het is wel degelijk 19-0 geworden. Voilà. Een zeer duidelijke overwinning van de Flames op naar dinsdag tegen Polen. Wanneer het veel en veel belangrijker is natuurlijk.